En welkom bij de Van Schaikjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En het was jouw beurt. Ja, dat is mijn beurt. Om iets te kopen. En zij heeft gekozen voor... de proper chips. Zij zegt, mama, ik ga iets kopen wat ik lekker vind. Deze vind ik lekker. Die vind je lekker. Dit is chips. Er zit per bosje, maar hoeveel is dat dan? Zit ongeveer de goedkoopste aan punten is, of aan calorieën is 94. Maar is dit dan per 100 of voor de hele zak? Of... ja, per 20 gram. Dus het, eigenlijk is dit gewoon vette bullshit. Nou, oh. Want het is 20 gram. Zullen we eens kijken hoeveel 20 gram is? Nee, dat boeit allemaal. Nou, ik wil dat weten. Kijk, ga even kijken. Ik wil alleen even weten hoeveel 20 gram is. Die gaan we niet als eerste. Oh, die gaan we niet als eerste. Oké. Oké. Dus als je dat daarmee gaat doen, gaat dat lekker. Ja. Het is wel makkelijk openmaken. Ja, grote zakken niet. Kijk hoeveel 20 gram is. Of ons eigen daarin verbazen. Nee, jij zag altijd 20 gram. Wacht, hij staat op de hand. Nee, weet ik. 21 gram. Nou, dit lijkt een beetje koepel. Ja, sorry. Dit is 21 gram. Dus dit is dan 94 calorieën. Nou, op zich, pak ja. Pak hem mee. Wel te doen. Ga je hem helemaal iemand stoppen? Ja. Nee, okay. Niet helemaal. Nee, niet helemaal. Ik eet hem wel helemaal. Niet verkeerd, maar niet echt. Het heeft een beetje de structuur echt van kroephoek. Dit is de sea salt. Ja. Hij is niet vies, ja. Ja, hij smaakt inderdaad gewoon naar zout, maar ik vind het geen chips. Die hebben we niet mee in de winkel? Nee. Ik vind het niet echt op chips proeven. Nee, chips is anders. Chips heeft een andere structuur. Vind je? Nou, alles smaakt, alles is zo. Ja, dat geeft niet. Het is niet vies. Kinderslotjes, een kleertje. Welke gaan we nu proberen? Ja, de sweet, die is hot. Oké, sweet, hoe heet die? Sweet? Sweet, weet ik veel. Sweet Sira... Sriracha. Geen idee. Ik zit minstens op. Meestal? Maar dan wil je minste. Nou, er zit overal even weinig op. Ik denk dat wel dat die heel heet is. Wel meevallen, hè? Ik vind het wel meevallen. Er staat op een peper en pepersaus of zo, maar ik vind het echt reuze meevallen. Oh, ik vind het lekker. Ik vind het lekker bij deze. Deze is echt lekker. Nou, hij proeft dus inderdaad een beetje naar de chili, maar ook weer een soort van. Ik vind het echt een beetje. Wat zeg ik nou? Groep. Deze is dus drie voor mij. Deze krijg ik open. Ah, die krijg je open. Deze eet jij op school, hè? Dus ja, deze kende jij. Op. Oh, oké. Okay. Maar wat is dit? Barbecue. Barbecue. Oh. Nou, dit is inderdaad wel lekker. Nou, jongens. Natural seasoning. Glutenvrij en vegan. Maar? Ja, doe maar. School is vegan. Ja, is jouw school van het vegan? Ja, alles is gezond. Je hebt ook appelchips. Appelchips, want dat lijkt me dan weer niet zo lekker. Maar dit is niet gemaakt van linzen of zo. Dus ik heb er ook eentje gezien die is gemaakt van linzen. Nee. Nee. Eat proper. Oké. Okay. Nou ja, op zich best lekker. Nou, volgende. Jij vindt deze, vind jij het lekker? Dat weet ik niet wel. Ja, deze staan al twee van de zomer. Ja, dus jij vindt de barbecue vind je het lekkerst? Nee, deze staan al twee. Dan sweet chili en sea salt staan nee. Samen. Staan samen. Ja. Staan samen. Oké, okay, ja, ik vind de barbecue vind ik ook wel lekker.
een van de lekkerste. Maar dan vind ik toch echt deze lekker. En de zout is gewoon, ja, gewoon normale chips. Eigenlijk is dit gewoon normale chips. Ja. Nou ja, voor een zak chips. Ik weet niet hoeveel er in een normale zak chips aan calorieën zit. Dus er wordt wel heel leuk mee geadverteerd. Maar advertenties, nou, zoals dat je ziet, was dit wel weer zo'n instinker. Want je denkt, nou, vegen 94 calorieën. Maar dat is gewoon maar voor 20 gram. Dus dat is net een handje vol. Dus, maar goed. Chips gewoon af en toe is het best lekker. Nou, deze komen wel op, want ze zijn alle drie zijn ze wel goed te doen. Dus die hoeven we niet aan papa door te schuiven. Nee. Papa zal er wel van eten, maar het zal niet. Hij hoeft het niet aan me op te eten. Laat het daarop houden. Jongens, dit was onze video van de proper chips. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim te geven. En een belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijfjes. En vergeet niet naar onze volgende video's te kijken. Doei!